Het was een totale verrassing toen de meisjes op de luchthaven van Zaventem aankwamen. Zij waren enkel op de hoogte van het vertrekuur. De bestemming en de duur van de reis, daar wisten ze niets van af. De meeste finalisten waren dan ook verrast toen ze te horen kregen dat het Poolse Krakau de bestemming van de nachtelijke fotoshoot zou worden. Niet slapen en volharden, dat waren de enige woorden die vanaf dan telden. De vlucht naar Krakau verliep vlekkeloos. De luchtvaartmaatschappij steunt met veel plezier de verkiezing. Wij van S voelden de verantwoordelijke even aan de tand. Yeah, actually, it's part of our new communication strategy. Actually, to be a bit fashionable airline, and we're planning to do some fashionable show on board. De eerste fotoshoot bracht de meisjes naar de oudste zoutmijn van Europa. Een unieke locatie voor een nachtelijke fotoshoot in bikini. 100 meter onder de grond lieten de meisjes zich van hun allermooiste kant zien. Het tweede deel van de nacht werd opgevuld door een openluchtfotoshoot op de markt van Krakau. Enige aarzeling was in de ogen van de meisjes af te lezen. De derde fotoshoot vond plaats in een al even uniek kader. Met een prachtig verlicht kasteel op de achtergrond poseerden de meisjes voor een laatste keer die nacht voor de lens. Moe, maar voldaan, checkten de meisjes 's ochtends vroeg in voor de terugvlucht naar België. En kijken vol spanning uit naar een volgende uitdaging.